Vandaag gaan we jullie meer vertellen over pepperspray. En komen we zelfs in een situatie terecht waarbij de pepperspray gebruikt moet worden. En dit allemaal check je in deze video. De komende afleveringen ga ik weer meelopen met de politie. En maken we de meest vette avonturen mee. Zo stuiten we meerdere keren op messen en vuurwapens. En maken we nog veel meer bizarre dingen mee. Je kijkt naar Mark bij politie. Vandaag ga ik mogelijk gepepperd worden. Hoe is dat precies geregeld? Nou, dat mogelijk, dat woord, dat mag je wel weglaten. Ik weet het wel zeker dat je gepepperd gaat worden. Daarnaast heb ik het overlegd met onze teamchef en de afdeling communicatie. Nou, die hebben toestemming gegeven, dus die zijn akkoord. En daarnaast hebben we net iets op papier gezet, zodat je afziet van aansprakelijkheid. Dus mochten er gevolgen zijn, dan is het voor eigen risico. Wat zijn de regels omtrent het gebruik van pepperspray? Nou, voor we pepperspray gebruiken, moeten we eerst waarschuwen. We mogen pepperspray gebruiken tegen personen ouder dan 12 en jonger dan 65. Nou is het niet zo dat we eerst een legitimatiebewijs gaan vragen en zeggen, ja, jij wel, jij niet. Het woordje zichtbaar staat er ook bij, dus zichtbaar ouder dan 12 en jonger dan 65. Daarnaast mogen we het niet alleen tegen personen gebruiken, maar ook tegen agressieve dieren. Als we het gebruiken, moeten we een waarschuwing geven vooraf. 2 keer voor de duur van 1 seconde op een meter afstand minimaal. Daarnaast, vrouwen die zichtbaar zwanger zijn, daar mogen we het ook niet tegen gebruiken. Nou, we zijn onderweg naar een melding van huiselijk geweld. De man in huis, Mark, die zou agressief zijn. Nou, het pandje is daar achterin. We parkeren altijd even iets verder van tevoren voor de woning. Zodat we een veilige afstand hebben om aan te lopen. En niet pal voor de deur uit te stappen en eventueel met dingen geconfronteerd worden. Laat vallen! Kom dan! Laat vallen! Spray! Leg die stok! Politie, je bent aangehouden! Armen spreiden! Armen spreiden! Au! Je wordt nu geboeid! Au! Het zit ook in mijn mond! Oh, het brandt in mijn ogen! Au! Ik had hem ook niet verwacht! Onderhand! Onderhand erbij! Op je buik blijven! Meneer, u wordt geboeid. Auw. Zodra je geboeid bent, gaan we koelen. U gaat zo koelen, dan gaan we naar het politiebureau en dan gaan we je helpen, ja? Auw. Oké. Okay. Nog eens eventjes links en zij draaien. Dan ga je weg met schoppen. Kom er overheen. Kom maar. Omhoog. Heel mijn gezicht brandt. Meneer, we gaan u helpen. We gaan nu naar het politiebureau. We lopen naar de auto en dan gaan we zo koelen, ja? Heel mijn gezicht staat er wel aan. Alleen even al koelspray. Moet je even je ogen open doen als het kan. Ik krijg ze gewoon niet meer open. Ja. Komt hij nog een keer. Open. Okay. Ik krijg hem niet open. Nou, we gaan nu naar het bureau. Dan gaan we op het bureau verder helpen. Ja. We gaan nu naar de auto toe. We staan vlak naast de auto. Kom maar. Kijk, kan je nu gaan zitten. Benen naar binnen. Meld, we gaan met 1 gepepperde persoon richting bureau Spijkenisse over. Mark, we gaan onderweg naar het bureau. Ik doe nu nog even wat vloeistof, gewoon water, koelspul. Dus ga ik in je ogen spuiten, ja? Je wordt er wel nat van, want ga je wel helpen. Ja? Het loopt niet verder mijn mond in. Moet je mond dicht houden. Ja? We zijn nu onderweg. Het gaat steeds meer branden. Waar voelt het nou dan? Ik kan het gewoon niet beschrijven. Er is echt schuurpapier in mijn ogen, jongen. Oh. Het wordt steeds erger. Nou, we gaan nog een keer spuiten. Ja? Ja. Het is gewoon cool spul. Ik probeer even iets achterover, ja? Yes? Oh, op beter. Op het bureau hebben we een oogdouche. Mijn lippen staan in de fik. We staan nu bij de arrestantafdeling, dan gaan we weer zo uit de auto halen, ja? Ik ga even je gordel los doen. En dan gaan we je zo eruit halen, ja? Eerst je benen eruit, rechtsom. Andere been. Ja, ik ga je begeleiden. Rechtdoor, komt er zo een trap. Loop maar door. Ik moet even een trap.
Nog een trein. Ga rechtdoor. Stuur je eens bij. Ik heb weer je gezicht even omhoog, dan moet ik even koelspray in je gezicht. Ja, oké. Okay. Gaan we eigenlijk spoelen. We hebben hier de oogdouche. Dat komt water uit. Dan gaan we zo je gezicht naar beneden doen. Mm-hmm. Ja, dan kan je je hoofd in doen. Niet schrikken, dus gewoon koud water. En dan kun je pepperspray mee eruit spoelen. Eén stapje naar voren. Langzaam je gezicht naar beneden. Probeer je ogen open te doen. En als je erin zit, probeer je ogen open te doen. Oh. Ja? Ze gaan nog niet open. Nou, oké, okay. Dan doe je het eerst even zo en daarna moet je proberen open te doen. Dan kan het beter eruit spoelen. Eerst ook even mijn voorhoofd. Die doet zoveel zeer. Oh. Heb je ook al open een beetje? Ik ben dat water aan de rechterkant kwijt. Oh, ja, dan anders loopt het wel even naar de spoelbak. Ja, we hebben nog een grotere spoelbak. Zullen we daar nog even heen gaan? Ja. En daar weer je kopje onder. Nee, kom, we lopen even naar die andere. Ik begeleid je, even draaien. Au. Nou, rechtdoor. Au. Lopen maar. En dan zo een afstapje. Die komt nu. Ik ga hier op je knieën gaan zitten. Een klein stukje naar rechts. En dan weer hier. Ja. Mark, ik ga nu je boeien afdoen. Dan kan je het zelf ook een beetje voelen en doen, ja? Ja. Blijf je rustig. Hey, blijf je rustig. Ja. Probeer ook even open te doen met je vingers. Met je vingers zo open te doen, ja. Mark. Mijn ogen open weer. Wat voel je dan, Mark? Mark, ja? Kan je vertellen wat je voelt? Het doet echt zoveel pijn, maar nu niet meer, maar nu... Ah, weer. Het brandt zo erg in mijn gezicht. En als ik mijn ogen open doe, is gewoon schuurpapier op mijn ogen. Ik kan echt maar 5 seconden eraf. Ik kreeg ook zoveel in mijn gezicht. En in mijn mond ook, echt een volle laag in mijn mond. Ja, misschien kan je nog een keer in de camera kijken, hij staat eruit. Ik probeer te lachen, maar het lukt. Ah, mijn mond. Mijn lippen doen zoveel pijn, hè. Ik kan mijn ogen dan open doen. En na een paar seconden loopt het er weer in. Ja, dat... Ah! De termijn wordt steeds langer. Je gaat niet zeggen dat ik hier echt nog over een uur last van heb, hè? Ja, okay. Dan gaan we even een handdoek even nat maken voor je. En dan, dan moet je die even op je gezicht leggen. Ja, is goed. Blijf hem even spoelen. Ja. Oké, okay, ik heb hier een natte handdoek voor je. Ja. Doe die maar even op je gezicht drukken. Probeer het eerst zo even. Nu is het, als het goed is, een beetje eruit. En dan... Nee, nog, hè? Blijft half zitten nog, hè? Ja. Oh. Maar het was in het demo-rondje, het was niet eens in de echte. Ja, want we zeiden eerst nog van, we gaan nog één keer oefenen, toch? Ja, we gingen nog één keer oefenen. En in één keer, dat mijn mond helemaal open. Ik heb zo last van mijn lippen hier, ik weet niet of het te zien ja, is. Ja, het voelt alsof je gezicht verbrand is, zeker. Ja, maar ik had mijn mond open, dus ik kwam vol in mijn mond. Ja, dat is even een beetje cool spelen. Dat is een gezicht, maar wel... Ja. Ah, deed mijn ogen open met een koelspray, toen liep er iets in. Ja, dat is niet heel erg. Maar daar ga je dadelijk ook nog last van krijgen. Hè? Wat nog overal in je poriën zit, als je daar vanavond gaat wassen, hou je ogen alsjeblieft dicht. Ja. Want anders krijg je gewoon weer de volle laag. Mark, als je nou straks naar de wc gaat, dan zou ik ook van tevoren even je handen wassen. Maar het was ook heel fijn, ja, ze mogen niet in beeld. Maar de gasten van de arrestantenzorg die hier ook bij staan, die liet ook nog even filmpjes zien. En zo van, ja, met schuurpapier in je ogen, hier moet je dit filmpje zien. Vooraf, en ik was al zo zenuwachtig. En kwam het uit? Ja, het is wel echt schuurpapier, ja. Maar goed, wat er met echte arrestanten gebeurt, die blijven hier niet staan, die gaan wel de cel in. Dus daar is de cel. Dit was seizoen 2. Succes!